op het verloop van de wedstrijd hier vandaag in Kokzijde. En het licht is op groen. En we zijn vertrokken met nog de renners voor de wereldbekermarsje voor juniors. Rij op kop. Hier op kop. Mm-hmm. Ja. Mogen we hier roepen of niet? Tjaka. Ja, dat is goed. De witte hond van Janik meter te leiden. In de wereldbeker, waar je tussentijds ook ruim afstand heeft genomen van de zijde concurrentie op de tweede plaats. Moeten we straks op zoek gaan dan ook. Zo dicht bij de nadder zat hij in mijn hoofd. Aan de zijde van dat we toevallig. Van de Tsjechië, van kom aan, Eli! Kom aan, Eli! Kom aan, Eli! Kom aan, Stijn! Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Vrij te maken. Wij krijgen de passage binnen enkele ogenblikken hier aan de aankomstlijn. Dan hebben we daar een achtervolging aangevoerd door onze Belgen. Dat zien we van de kleur van de trui natuurlijk. Hier krijgen we de leiderschap. We gaan even in. En dan is er een kroog op de twee Nederlanders en die is dan op de toekomst.
Belgisch Europees kampioen dan ook Yannick Peters, dan die andere jonge West-Vlaamse belofte met Eli Easterbeet. Die deel maakt dan ook van dat leidend gezelschap. Het is toevallig die lijn verlopen met Easterbeet en zijn gezelschap. Dan wordt het uitkijken naar de tricolor van Belgisch kampioen Yannick Peters. Dan in de achtervolging moeten we rekening houden. Dat zal waarschijnlijk Kopen Goossens moeten worden. Die straks het gezelschap zal moeten dulden van een gatje. Kom aan, Eli. Kom aan, jongen. We lopen dan ook in de tegenaanval met de Gullik en het gezelschap van Nieuwenhuizen. Die moeten straks dan ook de top 10 vervolledigen. Om hier dan ook straks op deze heuvel. Op deze duinenrug dan ook straks de situatie te kunnen klaren. Vooraan dan ook op steeds dan ook die uitstekende toemalik. De winnaar van de wereldbekermarsje in de Tabor. Tweede in het Europees kampioenschap. En die lijn verlopen dan ook hier in de Belgische de duinen. Voor wat betreft de juniors. Vrijgezwind dan ook opnieuw naar de afdeling. Even uit van de fietsen. En dan de moed op dat moment. Ja, die Peters niet doen. En die maakt van die slippertjes gebruik dan ook om op te schuiven. Naar de leiding dan ook een nieuwe situatie. Wanneer de Gullik dan ook telkens maal geconfronteerd worden met de technische moeilijkheden die aan de basis liggen dan ook van een nieuwe indeling bij de top van de wedstrijd. Inmiddels dan ook een Stijn Kaluwe die 33 seconden moet overbruggen ten opzichte van een ontketende Yannick Peters. De enige man die erin slaagt dan ook het zand te trotseren, terwijl we ook door nog noteren van Gianni van de Donink op 44 seconden. We gaan naar de overzijde van het parcours waar we de situatie volgen. Yannick Peters die neemt op dat moment wat voorsprong op de achtervolgers. We kijken van hieruit dat de Kopen Goossens in de tweede positie. Die kan intussen de voornaamste voetman worden. Kom aan, Eli. Kom aan, jongen. In de achtervolging straks rekening houden dat er zich nog twee groepen gaan bevinden. Dat zal Schuurman zijn in het gezelschap van Thijsaars. En dan wordt het even wachten. Het kan allemaal snel gebeuren. Zweet maar die volgens mij van onder andere helemaal naar vooraan in het klassement van Adam Topalik, die dus die bal maakte. En ook Erik Isabit van Inderde. En meteen ontstaan op dat vlogjes, uiteraard, voor een verdere verloop van de wedstrijd. In de krijgen we de leider daarin. We zijn met z'n tweeën, met Yannick Peters. En is dat ook nog eens? We moeten kijken als zij straks aan daar nog snel voorbij komen. Kom aan, Eli, hup! Kom aan, Eli. De laatste rechterleiding en zijn volger. Even kijken, dat wordt een seconde of 15. Laatste ronde gaat nu ingaan, jongens. Laatste ronde door met Jelle Schuurmans. Yannick Peters op 16 seconden. Dan krijgen we hier Thijsaerts op 20 seconden. Dan hebben we Elisabeth en Adam Topalik op 23 seconden. Dat zijn zowat de eerste mannen die hier voorbij komen. Daar komt hij. Hij is al zegenzeker hoor. En daar komt Kopen Goossens. Prachtige zege. Winnaar van deze wereldbekermaatse hier in Kokzijde. Kopen Goossens, alsjeblieft, dames en heren. Kopen Goossens, winnaar. Dan de split voor de tweede plaats. Yannick Peters haalt het. Voor Thijsaerts, die wordt de derde. Vierde plaats voor truck nummer 12. En dat is Jelle Schuurmans. Daarmee we...